De Rossumse kunstschilder Roel Pieper exposeert momenteel in Stadstheater De Bond. Reden voor Twente FM om eens een kijkje te nemen in zijn atelier en hem te vragen hoe hij eigenlijk is begonnen met schilderen. Eigenlijk een start heeft het nooit gehad. Het is altijd iets geweest wat ik altijd gedaan heb. En ik had graag naar de kunstacademie dus gewild. Daar is het net niet van gekomen. Dus ik moest via een omweg, via allerlei kunstenaars waar ik meegekeken heb, echt op de ouderwetse manier. Heb ik meegekeken en toen ja, de techniek eigen gemaakt die ik nog niet begon. Bijvoorbeeld etsen, ja, dan moet je echt wel weten hoe dat werkt. Lito's maken is echt wat je alleen maar in een bepaald gebied kunt doen. Linosneden maken. Ik hou wel van ambacht en dat je kunt zien dat je kunt schilderen en tekenen. En toen heb ik ook wel al begonnen met schilderen. Alleen je kon er echt niet van leven. Je moest of naar Amsterdam of wat dan ook, of Berengoed zijn of ik weet het niet wat. Maar hier, welke schilder kan daarvan leven? Ik denk Jeroen Krabbé, om maar eens een naam te noemen. Heeft hij zijn naam mee? Ja, nou precies. Maar de meesten die moeten toch struggle for life. In die tijd had je ook BKR, maar dat wilde ik niet. Ik had een degelijke job. Begon in het onderwijs, maar later ben ik grafisch vormgever geworden. Dus daar kon ik goed van leven. En tussendoor bleef ik me bezighouden met schilderen. Ik kan dus wel tekenen en schilderen. En vandaar ook mijn liefde voor het ambacht. Ja, want je bent dus wel autodidact. Je hebt het niet geleerd op de kunstacademie, zoals jij zegt. Ik heb het niet geleerd op de kunstacademie. Ik kon eigenlijk al schilderen en tekenen. Alleen, ik heb me verschillende technieken eigen maken. Die kun je alleen op bepaalde werkplaatsen leren. Bijvoorbeeld etsen en lito's maken. Hier kun je een voorbeeldje zien van hoe ik werk. Ik begin eigenlijk met een soort compositie te maken van diverse foto's en tekeningen. Dat werk ik uit tot een definitieve schets. En waarom twee? Omdat het ook een tweeluik werd van de markt in Marrakesh. En die laat ik de opdrachtgever dan zien. En als het goedgekeurd wordt, dan weet ik, nou ja, dat kost een paar maanden voordat ik ermee klaar ben. Maar dan weet ik, hij weet wat hij ongeveer te zien krijgt. Dit wordt het ongeveer. Ja, dat hele plan werk ik dan rustig uit. En dan duurt het een maand of acht, schat ik, voordat het klaar is. Dus vrij realistisch van begin tot eind. Wat ik hier eigenlijk wil laten zien, maar dat doe ik eigenlijk mijn hele leven al, is het schilderen van het alledaagse. En eigenlijk is dat heel bijzonder, maar dat zie je pas als het geschilderd is. Dit is het laatste project. Ik ga 15, 20, maar misschien wordt het er maar 8. Mensen die ik goed ken, meestal uit de buurt van Oldenzaal, Rossum, op dezelfde manier portretteren, een beetje mijmerend, een brief lezend, kleine details die ze bij zich hebben, veel wit, en dan allemaal een beetje op dezelfde manier. Hoe kun je dat nou op een leuke manier laten zien door een aantal portretten bijna identiek uit te voeren en toch elk portret zichzelf te laten zijn. Dus ik hoop dat ik daarin slaag. Als mensen jouw werk willen zien, dan kunnen ze dat zien in Stadstheater De Bond. Daar exposeer jij momenteel. Exact. Tot wanneer is dat? Ik heb begrepen begin februari. Gemiddeld doe ik toch wel 3 maanden over een schilderij. Zo. Ja, laag op laag op laag. Droogtijd, retouchefinish, detaillering, weer droogtijd. Dus het heeft wel zijn tijd nodig. Okay.